Welkom bij het tweede panel Q&A van deze Pro Audio Summit Conference. Ik ga me een half uurtje onderhouden met Oscar Holleman. Welbekend producer al heel veel jaren van onder andere veel hard rock metal acts. De laatste paar jaar bezig met heel andere projecten. En daar ga ik hem even over interviewen. En staan we natuurlijk open voor alle vragen vanuit het publiek ook. Oscar Holleman. Als eerste, Kovacs. Dat is, ik zou maar zeggen, je protégé op het moment. In die zin dat je daar in eerste instantie een EP mee hebt gemaakt. In april gaat er een album uitkomen. En je bent een lang proces met haar aangegaan. In combinatie met jouw rol als producer. Ook samen songs geschreven. Samen op reis geweest naar andere landen met opnames en studio's daar. Wat ik de mensen hier in eerste instantie even wil laten zien, is een trailer van de videodocumentaire die op het ITVA is gedraaid en in april ook op televisie gaat komen, over de totstandkoming van de samenwerking tussen Oscar Holleman en Kovacs. Daar komt ie. Maar gelukkig heb ik daar een ding op gezet. Misschien moet ik mijn dingen niet meer in zijn of zo. Zo wil ik het doen. Nu hoef ik helemaal naar de kamer om goede muziek te maken. Ik was zo lang in mijn leven op zoek naar die ene persoon die mij zou helpen. Iemand die gewoon zegt wat hij doet, doet wat hij zegt. Echt, die stem, ik leek echt helemaal kapot. Hij viel mij niet goed. Mijn volgorde niet worden gevolgd. Ik doe dit 35 jaar, dat doe ik niet voor niks. Deze rol ben nou zoals jij het denkt dat het voor jou werkt. Ashes to ashes, dust to dust. No, you can't love me. Dit is jouw fucking schuld, er is jouw voet in het helpen. Dan alleen maar zeer te hard, natuurlijk zeer te hard. Het gevoel is één groot. Proces was het? Ja, is het nog steeds. Sean die is van een aparte kleur, zal ik maar zeggen. Heeft geen makkelijk leven tot ik haar. Gemiddeld kun je zeggen dat ze door volwassenen belazerd is en niet gezien en niet gehoord, omdat haar manier van communiceren apart is. Die wordt omgegrepen en daarom. Ik haar ontmoet heb en heb gezegd: ik ga jouw dingen beloven, grote dingen. Ik ga ze allemaal waarmaken. En ik ga dat niet schamen. En dus ga ik me ingraven op jou. En ik heb de eerste 3 jaar van mijn agenda gewoon meegemaakt. Om aan iemand waarbij ik denk de sky the limit is, maar puur omdat zij heel moeilijk communiceren. Tot dan, en ook door ervaringen die ze had in het leven. Daar ga ik dus goed op ingraven. Ik zat ook niet in mijn beste periode, zij niet. De winst daarvan is geweest dat we elkaar elkaar alweer op de rit hebben gebracht. Dus zij. Hoe ging het in het begin? Jullie spraken elkaar. Zijn jullie meteen wat gaan maken samen? Of bedachten jullie van wat later gebeurd is, we gaan eerst op reis en dan zien we wat er gebeurt?
Hoe kwam dat tot stand helemaal in het begin? Nou, helemaal in het begin laten zij een fotootje op Facebook als enige bij iemand die ik heel grappig vond. En toen heb ik het toegevoegd. Ik dacht, nou, dat is leuk. Die heeft dezelfde humor als ik, want verder vond niemand het leuk. En toen kreeg ik, het was midden in de nacht, kreeg gelijk een link van haar met muziek. Want zij dacht dat ik haar als zangeres, weet ik veel, toevoegde. En ik luisterde nooit, maar op de een of andere manier heb ik dat toch aangedikt. En toen zong ik me helemaal kapot. Het was een cover van Grace Jones. En Strange, I've seen that face before. En die stem was zo ongelooflijk anders en ik hoorde daar zo een oude ziel in dat ik haar op heb gebeld. En zegt hij, wie is dit? En toen zei ze, ja, ben ik. En de volgende dag afgesproken en de volgende dag beloofd, toen ik haar ontmoet, gezien wie zij was, dat ik me 3 jaar sowieso mijn agenda vrij ging houden om iets echt goed te doen in de hele breedte. Misschien goed voor de mensen die de muziek van Kovacs nog niet kennen, want het is allemaal heel pril. Er is alleen nog een EP uit, het album komt pas in april. Misschien kunnen we een heel klein stukje laten horen van de single die net is uitgekomen, Dig In. Ja. Kun je iets vertellen over tot stand komen van dit specifieke nummer? Is dit al een gevolg van die reizen die je gemaakt hebt? Of is het in Nederland gemaakt? Is het in de studio tot stand gekomen? Hebben jullie het samen geschreven? Heeft zij het alleen geschreven? Dit is een van de eigenlijke uitzonderingen. Dit is eigenlijk een tussensingle proberen voor Nederland. Komt hier ook alleen als single uit. Omdat we hebben een internationale, zou ik even vertellen, we zijn eigenaar samen van alles. We hebben het uitgelicenseerd aan Warner Duitsland voor de wereld, omdat iets ruimdenkender, wat ik maar zeggen, dus je krijgt meer de ruimte ook om je eigen ding te doen. Maar dit is een nummer wat ze heeft overgehouden aan het experimenteren met andere songschrijvers, hoe dat bevalt. En daar is dit een positief eindresultaat van. Dat heeft ze gedaan met Lanel, de producer Liam Howe. En ik heb daar wel een aantal in de muziek gehad. Maar dat is voornamelijk door hun twee gebeurd. Maar je zegt een uitzondering. De rest van wat op het album komt is een samenwerking tussen jullie in Zolder? Ja, eigenlijk merendeel wel. Maar het was ook van, kijk, ik moest haar laten, vooraf haar was alles nieuw. Dus ik wil haar ook laten ontdekken en vrij laten. In met wie haar muziek. Ik heb haar beloofd om alles wat ik heb aan het netwerk, waar ik mensen, goede mensen aan haar te koppelen die ik wist. Zorgen dat er een platendeal kwam. Zorgen dat er geen druk op het jet stond, omdat ik daar zorg voor draag. Maar daar hoort wel bij. Ik kan hier wel songwriting aan wat ik doe. Maar ook moest zij haar eigen keuzes mogen maken in met wie ze wat doet. Dus daar heb ik haar vrij gelaten. En daar heeft ze met heel veel gewerkt. En uiteindelijk zijn er maar een paar overgebleven. Maar toch zelf besloten, gewoon de kooi opengezet, de deur. En daar is ze teruggevlogen. En omdat wij elkaars bloedgroep heel erg zijn, ook muzikaal. Dus, En waar eindigt dan het songwriting en waar begint het produceren? Hoe is voor jou die balans? Want bijvoorbeeld in Digging begint met strijkers. Ja.
bedoel, is dat een idee wat opkomt als jullie samen aan het werk zijn? Of zeg jij gewoon, hier moeten strijkers? Bij dingen was het geval van dat was in het elk werk zoals het werkt. Het maakt niet uit, er zijn geen regels. Maar in dit geval was er een soort basissom. En heb ik dat helemaal uitgewerkt. En komt zij dan na 2 weken buffelen. En dan zegt ze, ja, dit vind ik niks, dat vind ik niks, dat vind ik vet, dat vind ik niet vet. Nou, doe ik eens haar album, zij moet ermee de wereld over. Dus, En 2 weken buffelen, doe je dat in je eentje? Ja, doe ik in mijn eentje. In je eigen studio? In mijn eigen studio, dus daar staat nooit. En ook al doe ik een maand over, 2 maanden op een song. Ik heb mijn eigen studio, ik ben niet facilitair. Ik werk niet meer een uurtje factuurtje. Als ik geloof in een artiest, dan gaf ik me daarop in en dan sta ik elke dag met heel veel zin op en zin om het te doen. Want dat heb je heel lang wel gedaan? Ja. In diezelfde studio? Ja, onder dezelfde naam. Ik heb dan op verschillende panden gezien. Ja, in diezelfde studio. En dan in dienst van anderen, bijvoorbeeld bij heel veel metal projecten, waarvan denk ik My Favorite Scar, het laatste album van hun, het laatste project was wat je in die sfeer gedaan hebt? Ja, klopt. Waarom ben je daarmee gestopt? Punt 1 had ik veel te veel metal gedaan en had ik, heb ik wel dingen gedaan, weet je wel, heb ik het wel gezien. Ik bedoel, dus 1 band die op mijn lijst staat, Rammstein, en die hebben goede mensen. Maar die draai ik elke ochtend als een soort cocaïne voor de dag. En daar ben ik dan wel weg van. En voor de rest, verandering van spijs, dus zeker eten. En de metalwereld is vrij beperkt en ik heb veel meer muzikale noten op mijn zang, plus veel meer interesse. En ik draai bijna nooit even muziek, dus dat is dan gek als je er alleen maar mee bezig bent. Behalve Rammstein bij het ontbijt. Juist, elke dag. Ja, klopt. Hoe anders is metal produceren vergeleken met zoiets als zo'n project van Kovacs? Dat metal aan veel meer regels gebonden is en die regels die ken ik en daar kan ik aan voldoen. En Kovacs, juist omdat, als we het over Kovacs hebben, dat zal wel blijken, denk ik in de toekomst, het zijn nou alleen nog maar mooie woorden bij koffie, maar het is zo authentiek dat wij ook, het mooie van Kovacs is dat wij alles mogen doen van onszelf wat we willen. Alsof we een soul maken of jazz maken of whatever. We stonden voor het eerst op North Sea Jazz, dan sta ik met een artiest op North Sea Jazz, weet je wel, nooit gehaald en alles mag. Niemand heeft gaat ons vertellen wat we mogen doen. Dus, maar de nummers alles die nu bekend zijn, ja, klinken samen heel coherent. Dus, haar stem is zo dwingend dat dat is de rode draad sowieso. En de vibe die zij, zij is echt de zangeres met identiteit eigenlijk en geen tweede. Het is gewoon een eerste Kovacs. Ja, als het grootste deel van het werk is om mensen die eraan gekoppeld zijn of business modellen of business te beschermen zodat zij aan zichzelf mag blijven. Want ook, zij heeft wel elementen die anders zijn, waar mensen nu niet mee bezig zijn op dit moment. En daar worden mensen heel onrustig van, omdat hun loon daarvan afhankelijk is. Dus het is, ook daarom bescherm ik haar, mag zij altijd, heb ik beloofd, zelf doen wat ze wil. Dus ze kunnen alle kanten op schieten. En ook al loopt het niet goed af, als zij dat wil, dan gaan we dat doen. Je rol van producer wordt dus een soort van, producer is altijd al een soort coach natuurlijk, van wat er in de studio gebeurt. Ja. Maar jij beweeg je ook heel erg ver buiten het studiogebied dus. Zeker, ja. Business-wise ook. Business-wise, ja, dan heb je die beslissingen, alles spreekt met haar door en we lopen het pad wat zij wil lopen. Dus ook al is dat voor mij niet handig of niet zo rendabel, dat het is gewoon een commitment voor een jong mens met heel veel talent die echt gewoon begeleiding nodig heeft. En ik wil die ronde een keer in het leven doen dat ik daar alles voor over hebben. Je bent samen eigenaar van alles. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe hebben jullie dat uitgewerkt? Zodat andere mensen hier daar iets aan zouden kunnen hebben? Dat is gewoon. Je maakt zelf een cd. En dan ga je een distributeur erbij. Dat is ook heel simpel in de Benelux.
En voor de wereld, dat is heel veel als je dat overal moet gaan regelen. En dan licenseer je dat uit. Dus dan huren ze je master gewoon. En voor de rest, management, dat zal zijn. Dat huren we erbij. Dus huren, we en dat al... doe je allemaal zelf? Echt? Ja, puur persoonlijk? Daar zijn geen mensen allemaal... voor die dat voor jou doen? Nee, want dat is, moet herpikt zijn. Dat zijn allemaal vrienden die ik door schade en schande heb overgehouden. Ook door mijn eigen schande. Ik ben ook geen makkelijke... Het relatienetwerk van jou is dus wel heel belangrijk. Heel ik. Belangrijk. En dat zijn allemaal mensen, bijvoorbeeld Rob Trommers, zijn promotor, Live Nation. Nou, Christen Koeien is, zit ook in het managementteam. Die is zo'n Van Corfest die ik weer geproduceerd heb. Maar ook de producties voor Live Nation. Doet. Dus het zijn allemaal mensen die ik heel lang ken en mijn rug kan toekeren, omdat ja, weet je wel, het team moet volledig betrouwbaar zijn en die moeten ook hetzelfde naar Sharon kijken. Daarvan moet ik weten dat zij beschermd wordt tegen de slangenkuil die de muziekbusiness natuurlijk is. Ja, wat denk je dat ze daar anders onderuit zou gaan als, dat niet, als ze niet zo begeleid zou worden? Ja, want dan gaan mensen iets drukken. Zeker als iemand niet vernieuwend is, maar ook weet je wel, aanhaalt wat er, weet je, zich laat inspireren, maar niet per se hip is, weet je wel, of niet per se de hippert uit wil hangen. Dan gaan mensen schaven en dan zijn mensen bang als je bepaalde woordjes gebruikt, weet je wel. Iedereen wordt knetterzenuwachtig en... ja, heb ik daar dus heel veel hekken voor nodig en ook niet als daar, wij doen niet zomaar alles, weet je wel, we kunnen, we zeggen het af als ze het niet leuk vindt of als het te veel druk is en zij heeft de stap nog niet gemaakt, dan wachten we daar gewoon op. Kijk, als ik dood en begraven ben, dan hoop ik dat zij nog heel lang gewoon staat zingen, want zij is jong en ik ben oud, weet je wel, dus en het is allemaal, een plan is daarop gebaseerd, op de lange termijn. En blijken iedereen die er nu mee te maken heeft, een passant in haar leven als artiest te zijn. Weet je wel, want dan is het dus langdurig en we gaan niemand kapot zitten drukken. En ja, dat zie je vaak gebeuren, dat de business iemand kapot drukt omdat ze denken dat ze het momentum moeten pakken. Maar als je believer bent en je gelooft in de capaciteit van iemand, dan is haar leven een momentum, dus er is altijd tijd. Zijn er misschien vragen in het, vanuit het publiek? Omdat ik een eigen studio heb en ik mijn eigen regels bepaal, hoef ik niets te budgetteren. Maar jij moet wel eten, in je huis moet betaald worden, in je kachel moet branden. Ja, klopt. Nou, dan heb je spullen die je gaat verkopen. Als je zegt dat je dat doet, dan ga je je broekriem aantrekken en dan ga je ingraven en dan ben je bereid om je huis te verliezen. Over die keuzes heb ik het. Want, snap je, dus het is vrij pittige actie. Maar ja, als ik kies op delen, weet je wel, ik bedoel, dat zijn de keuzes in het leven. En als ik inschat door de dingen die ik heb, hey, op zo'n authentieke zangeres die mega breed is, daar ik mijn hele leven op zit te wachten, dan is het een hele kleine keuze, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is dus niet, ja, dat is het gewoon even moeilijk hebben op dat gebied. Ja, dat hoor ik op zo'n moment. Maar even moeilijk hebben, ik bedoel, het kan ook mislukken natuurlijk. Ja, je hebt er geloof in. En... Ja, dan heb ik het wel gedaan. Weet je wel, de gruwelijke cliché van je kan bij het spijt van het ding hebben. Of nee, hoe zeg je, kan nooit spijt van het ding hebben die je gedaan hebt. Zoiets, weet je wel. Maar in ieder geval, nee, je hebt het dan gedaan. En ik heb het nog nooit zo heftig op een artiest, omdat ik echt geloof dat zij het verdient. En dan heb ik dat gedaan. En uit die shit kom je al. Je kan ook op een Mac op gaan zitten nemen, ergens in een wc'tje. Van een vriend en dan maak je ook te gekke dingen, weet je wel. Dan bouw je het gewoon weer op. Het is wel even duidelijk. Maar ja, het is maar, dat is materialistisch. Maar je hebt neem ik aan ook de afspraken gemaakt van als het wel een enorm succes wordt, dan gaat het geld bij jou ook binnenkomen. Dat lijkt me wel. En zo is het. Dus er is, dan hangt ook een borst. Hè. Als je denkt dat die horst er is voor haar en voor mij. Ja, dan geloof ik daar toch in. En dan ga je ervoor, ongeacht de consequenties, ja. Ja, maar dat is het zo. Mensen zijn te niet dedicated en ja, en je kan toch veel verliezen. Ik denk dat als je gelukkig bent, dat je ook geen reet nodig hebt. Dus het maakt niet uit. Ik denk dat het de enige manier is
om dingen authentiek op die manier weg te kunnen zetten? Nee. Dat is gewoon zijn er nog voor andere manieren in jouw optiek? Wow. Zijn de maatschappijen daar niet ook? Nee. Is iedereen aan het pushen? Is iedereen aan het drukken? Ja, als ze ruiken dat er wat in zit, ja. Ja, dan gaan ze altijd schaven. Ik heb niets meegemaakt dat ze het vrij laten. Je moet het altijd beschermen. En dan hebben we de club gezocht, en dat was Woorden Duitsland zeker, die daar redelijk van is. Die hebben echt 3 jaar gewacht, of 2,5 jaar, tot het ze zijn. Nou is het klaar, and you can only make one first good impression, weet je wel. Dus, en daar hebben ze op gewacht, daar hebben ze in geloofd. Dus, maar dan moet je nog wel beschermen op teksten die vrij heftig zijn, toch nog op te krijgen, omdat je dat gewoon wil, die club. Maar Woorden Duitsland, die zat dan ook waarschijnlijk in jouw netwerk, je kende daar mensen? Ik kende iemand in Duitsland die ik vertrouw op de goede partij te kiezen en die mij daarbij. Ik kende Woorden Duitsland nog niet, maar hij heeft gekeken van wat is nou de partij die het meest waarschijnlijk ruimte geeft aan iemand die op moet starten en die je stap voor stap wil. En, nee, maar het is niet zo dat je, als iemand hier een project heeft lopen, zegt van oh, dan ga ik eens Woorden Duitsland bellen. Of zou het werken? Nee, nou, dat zou een goede partij zijn, maar ik heb nou wel gaan met iemand ook gedeeltelijk werken. En dat schuurt te dicht daar tegenaan. Ik ga mijn eigen concurrentie ook niet creëren, weet je wel. Dus gaat dat dan een andere club om die reden worden. Nee, ik zou niet alles naar Woorden omdat ze nou toevallig goed voor Kovac zijn, weet je wel. Nee. Even verder, het wordt een enorm succes. Kovac uiteraard in allerlei landen, wat nu al zo is met de My Love single, denk ik. Hè, die... Nou ja, 3 april of 10 april komt het album. Ja, in 10 landen beginnen we. Dus in Amerika is er gemeld, showcase in Londen. Ja, en nu in Europa 10. Oké, het gaat enorm verkopen. Ze gaat een, ik noem maar even, een wereldtour doen. Over 3 jaar een nieuw album. Of 2 jaar misschien wel zelfs. Ja. Ben je er dan nog, over 2 jaar? We hebben beloofd aan elkaar van wel. Ja, als ik nog recht overeind sta, want ik heb ook de nodige... Daarvan uitgaande? Ja, daarvan uitgaande... hebben we elkaar beloofd. En dus, we zullen zien. Ondertussen ben je ook met andere projecten aan de gang. Kun je daar iets over vertellen? Want het is niet alleen Kovac in je leven, neem ik aan. Nou, was nu even wel. Nu heb ik het eigenlijk gelegd. En nu ga ik door met mijn ambitie om niet terug in de metal te vervallen. En dat is een dame die een, ik weet niet, heeft gekregen, ook bij wie naast in Scandinavië bijvoorbeeld, die dat onder een pseudoniem heeft gedaan. Maar ga ik veel meer de massive-tech-achtige kant op, ook omdat dat helemaal niet schuurt. Kijk, weet je wel, de vrienden die ik bij Kovac heb betrokken, eventueel daar wel weer komen trekken. En nog iets uit Amerika. We kennen familie wel, en zo was het. Dat lukt. Zijn er nog vragen? Ik spreek gewoon naar heldere taal, dat kan iets heel moeilijk is. Dus, ja. Vraag over hoe het specifiek de studio is gegaan, bijvoorbeeld, onder de aanwezigen. Bijvoorbeeld analoog, digitaal discussie, al dat soort zaken. Hou je daar mee bezig? Ik hou me daar wel mee bezig. Ik heb een Trident 80, nieuw voor de sound bij Sharon. Volgende album gaan we wel ook grote delen weer op band opnemen. Vervolgens in foto's inladen. Dit album is ook heel veel gedaan met samples die ik overal vergaard heb en combineren met live dingen. Ik heb gewoon één allegaartjes, één sonnet of de vaak. Die strijkers die we net hoorden, waren dat samples of was het gespeeld? Ja, dat was gespeeld. Ja. Maar dat kan net zo goed in de studio met Sable Strings of zo ingespeeld zijn, waarna ik het dubbel met echte vioolsecties. Het is een doel wat mooi klinkt, we hebben geen principes. Alles mag. Nul regels, dus dat is het. Maar ik heb nu ook, ook omdat ze die demo's met Liam Howe had gemaakt, en toen, dan kwam ze terug naar, weet je wel, en dan hoorde je fucking bij een hele productie.
Maar die is de bibliotheek hier gewoon voor elkaar. Ik heb nooit zo gewerkt. Dus en die zit gewoon samples bij elkaar te knippen en te plakken. Ja, dan heb je een instant vibe. Dus ik moet zeggen, ik heb dat wel van hem geleerd, omdat me dat irriteerde waarom hij zo snel kon werken. En dat toen ben ik mijn bibliotheek ook gaan verzamelen op zoek naar sounds en vinyl samples. Een stukje vinyl. En daar heb ik heel veel in Kovacs mee gedaan. Dat was voor mij de eerste ronde. Dus, en dat vind ik een heerlijk systeem, want je raakt dan gelijk geïnspireerd door sounds. En ook al gooien ze later weg en vervangen ze weer de eigen dingen. Je hebt een hele vette start. Dus dat is in productie voor mij de eerste keer dat ik dat op die manier doe. En dat vind ik geweldig. Dus alles wat nieuw is en interessant, ja, dat maakt ook dat je werk zelf, je bezigheid, je passie, weer een enorme impuls krijgt. Dus daar heeft Kovacs ook voor gezien. Goed, dan heb je dat studioproces gehad, maar dan krijg je de vertaling naar een live band. Zeker als je dan op die manier geproduceerd hebt, kan dat heel lastig zijn. Maar daar moet helaas soms nog wat mee lopen, weet je. En dat loopt ook mee ter ondersteuning. We hebben wel dan een violist en violist erbij. Binnenkort komt er een blazerssectie bij. En voor de rest doe ik het ook met allemaal jonge, getalenteerde, onbekende muzikanten. Ook omdat Kovacs nieuw is. Wou ik ook niet met de bekende muziekhoeren werken die overal opspelen. Maar gewoon met jonge mensen met talent. Maar dat betekent dat je ze extra moet begeleiden. Dat je ze helemaal de vibe, als ze die niet hebben, weet je, anders hebben ze allemaal, zijn ze allemaal op ingegaan. Dus daar ben je ook bandcoach geweest? Ja, heel erg bandcoach en nog steeds. Ik ben een strenge vader, zal ik maar zeggen. Dus, maar ik zie ze groeien, focus hebben. Reetambieus. Dus daaruit voortkomen dat ook zo iemand niet vervangen wordt, maar dat we heel erg loyaal zijn naar de mensen in de band die daar veel voor over. Dus dan ben je ook bij alle repetities, misschien zelfs alle concerten? Ja, tot de komende jaar wel. Totdat alle rondes voor het eerst zijn geweest en het zaakje loopt, iedereen het daar zijn zin in heeft. En dan ga ik me maar voorlopig kijken, begin over een paar maanden weer aan het volgende album. En dan hebben we tourbus en het achterste gedeelte is dan studio. En dan gaan ze en ik gewoon schrijven. En dan ga ik terug en dan stap ik weer in en dan ga ik weer terug. Zo gaan we het doen, dat we 2 jaar lang over het schrijfproces kunnen. Want wat jij vaak met artiesten hebt, van ze hebben een geweldig eerste album, want daar hebben ze heel veel leven over kunnen doen. Dan krijg je stil druk. En het tweede album is dan helemaal kut, omdat ze geen tijd hadden, omdat andere dingen belangrijker waren. Dus ik ga over 3 maanden al in de tourbus zitten met een protoset en een mic, omdat het altijd de definitieve vocals kunnen zijn. Want vaak zo is demo's, zijn bij mij heel vaak uiteindelijk de lead vocals. Die ik heel belangrijk onderdeel en draad vind. Jij gaat zo naar de Norse Jazz Club waar Kovacs vanavond speelt. Ja, mooi. En wij gaan hier verder met de volgende conferentieonderwerpen. In april komt het album uit van Kovacs. In april is ook de documentaire die op het ITVA in première is gegaan, die gemaakt is over het proces rondom het album van Kovacs. Komt in april op televisie, bij NPO neem ik aan. BNN, ja. Wil ik een hartelijk applaus voor Oscar Holman. Dank je.